Erik was er vandaag niet, Frank. Die was vanmorgen Erik van de poëziepagina. Die was tegen mij. Ja. En die is nog wel van de poëziepagina. En ik heb staat hier alleen. We hebben samen geblokt. Nee, ik bedoel in de strijd tegen mij. Nee, was tegen april. Nou, we zijn een beetje bang dat hij er misschien niet is omdat jij hier bent. Ja. Dat hij dus eigenlijk de strijd heeft opgegeven. Oh, dat is zou je toch nog een stimulerende boodschap voor hem willen zeggen? Van, Erik, kom op, volgend jaar ben ik er zeker niet of zoiets. Helemaal door de knieën. Kan je dat zeggen? Volgend jaar ben ik er zeker niet. Ja, zeg, dan ga ik mijn eigen inkomen een beetje uit mijn mond stoten. Ja, maar je kan het wel zeggen. Ja. Maar dan is volgend jaar gewoon je second life of zoiets. Ja, heel graag. Zijn balletjes zitten erin. Oh nee, je hoeft niet iedereen te laten zien dat ik Viagra gebruik. Trouwens, hele sterke Viagra, man, moet je kijken. Maar wat wil je dan tegen Erik zeggen? Dat zijn boodschap dat hij volgend jaar wel komt, maar dat hij niks te vrezen heeft. Loopt hij nou? Ja, hij loopt. Beste Erik, ik zit ook maar met mezelf opgescheept. Ik kan er ook niks aan doen dat ik mij ben. Ik ben er eigenlijk speciaal voor jou. Als training. Een training in mededogen en verdraagzaamheid. Dat je iemand ziet waarvan je denkt, wat een vervelende eikel zeg. Die zou ik eens even goed op zijn smoel willen slaan. Maar dat je dat er gewoon laat zijn en laat afzwakken. En dat je zo, als bij wijze van groeiexperiment, boven jezelf uitstijgt. En gewoon mensen in je omgeving kunt verdragen. Ook al vind je dat vervelende scheuten in je anus. Nou, ik denk dat Erik hier heel blij mee is met deze boodschap. Ja, dat hij hierdoor zeker gestimuleerd, gestimuleerd zal worden. Dat hij volgend jaar komt, denk ik. Ja, hè? Ja, ik denk het. Ja. Voor hem ben ik een pijnscheut in zijn anus. Ja. In Engels zeggen ze dat veel korter, hè, pijn in die S. In Nederland is het helemaal pijnscheut in de anus. Dat is toch lang? Klinkt niet. Is daar geen Nederlandse variant op? Pompprik of zo? Of, Nee, gewoon pijnscheut in de anus. Korter kan je het niet maken. Anders kontscheut. Daar klinkt geen pijn vanaf. Maar als je zegt zo'n pijnscheut in een anus, weet iedereen wat ik bedoel. Iedereen heeft wel eens ontzettende pijnscheuten in zijn anus. En dat is echt heel vervelend. En dan kan je echt voorstellen dat iemand zo kan zijn, dat zo voelt. Van auw, auw, auw. Snap je? Ja, ik snap. Ik vind het een hele goede vergelijking. Dus ik wou hem invoeren in de Nederlandse taal, gewoon in de Nederlandse vertaling. Wel, wil je dat merken? Nou, we zullen het terugzien in de dunne van Dalen of de dikke van Dalen. Ja. Wat grappig. Dunne van Dalen en dikke van Dalen. Als je het net hebt gehad over anus. Nee, zeg, ik ben een beetje aan de dunne van Dalen. Nou eens een keer die keet uit, het was al een half uur geleden laatst. Hoe is het man? Zeg dat toch? Nee, misschien willen ze me volgend jaar dan wel niet. En ik ben heel gevoelig in verband met Erik. Misschien krijgt hij dan medestanders in zijn anti-franklosstrijd. Zo, dames en heren, bedankt voor uw aanwezigheid. Bedankt dat u er was. Dankjewel. U heeft samen met elkaar een sfeer geschapen die men niet lang zal vergeten. Fijn, dank u wel, dank u wel, dank u wel.